daar zit je al, zwaai eens even. Daar zit hij in zijn bootje. Waar gaat het heen? Naar huis, hè? Oh, ga je naar huis roeien? Ja. Oké. Toppie. Ja, toppie. Geweldig. Nou, daar zit Jan in het water. Ja. Op de hand van de zeemeerman. Ja. Wat voor vissen zie je allemaal? Goudvissen, karpers, kwallen, inktvissen. Haaien. Haaien, oh. Nou, oké dan. Wat leuk. Niet zo op deze manier. Ja, ja. Nou, dan gaan we naar de luchtballon. Doe maar. Is de koude boven? Heel koud, ja. Dacht ik al. Ja. Ik heb het net op, ja. Ja, lieve vrienden. Daar zijn we weer eventjes. Het is nu avond, zondagavond, nog steeds 4 augustus. En het is 18 minuten over 8. Jullie weten dat onze Jan een paar dagen logeert. Ja, ja, die komt tot en met dinsdag. Ja. Maar wij gaan nu even lekker weg. We gaan naar de dijk. Eerst naar een leuke paint. Hoe heet dat nou? 3D paint. Ik vergeet iedere keer die naam. Oh, mijn hele stiekje is gevallen van mijn stok. Hier, afblijven. Maar in ieder geval, dan gaan we naar de dijk. Een heel eind lopen voor Jan. Dan gaan we naar de Texelse boot, zoals ik dat benoem. En daar stap ik even uit van mijn booster. En dan loop ik even naar het plekje toe waar ik mijn mannetje en mijn schoonmoedertje heb uitgestrooid. En dan gaan we, weet ik veel, op wat voor manier weer naar huis. Weet ik veel. Richting weet ik veel. Ja. Leuke dingen bekijken en er gaat er nog één mee. Ja, een viervoeter. Onze Frodo. Laat het hem nou niet horen, want dan wordt hij gek. Wordt hij onderdol gek. Ja. Dus we gaan plezier maken. Ja. Of niet dan, Jan? Zeker. Zeker. Dag mensen. Ja, ik heb lekker gegeten van straks. Wat dan? Patatjes. Ja, praat jij maar verder. Patatjes. Oh jee. Ja, is goed. Goed gedaan. Jij mag nou niet naar buiten, want de poort die is niet goed afgesloten. Er zit geen plank onder. Wat verdenk je. Goed gedaan hoor. Ja. Ja, nee, patatjes gegeten. Met saté. Met bietjes. De Corina zelf gemaakt. Ja, lekker. Lekker, was lekker. Ja, was heerlijk. En een bakje koffie erbij had ik erbij. Ik heb mijn kopje nog een kopje gevonden wat erin nog. Maar dan straks alweer, we terug zijn. Ja, we gaan nou lekker. Er vandoor. Vandoor, ja. Dus lieve vrienden, geniet van elkaar, met elkaar. Wees lief en tot straks. Doei doei. Nou, even zwaaien. Zit je lekker op het strand? Ja. Mooi. Leuk, lekker toch? Leuk. Zie je nog gezellig naast die dame ook nog? Dame hier. Ja. Leuk, toppie. Ja. En hoe mooi is dat? De ondergaande zon. In de bewolking. Mooi toch? Dat is toch mooi. Kijk eens, dit is die veerboten. Ja, in strepen door de lucht, mooie bewolking. Twee veerboten. Ja, en twee veerboten die weer terugkomen aan de andere kant. Zal ik jullie ook laten zien. Of denk je gaat dat niet anders? Moet ik even zoeken in mijn camera. Ja, daar zijn ze. Eentje. Nou, ik zou het niet weten. Kijk, lijkt wel of ze allebei komen, maar dat kan niet. Er kunnen maar één in de haven. Ja, er zijn er twee. Dus, ik denk dat ze elkaar net gepasseerd zijn. Ja, kijk. Eentje komt hier naartoe, de andere gaat naar Texel. En geen Texel, want je zegt ook geen Beatrice.
maar Beatrix. Ik heb zelf geleerd op school Texel. Waar men nou in ene Texel wordt gezegd, ik weet het niet. Nee. En dan gaan we die kant op. Ja. Alweer? Ja. Daar heb ik mijn man uitgestrooid en mijn schoonmoeder. Dus gaan we even naartoe. Ja, ja. Een mooi hondje. Hier hebben we ook wel vaker gestaan. Ja, ik sta hier zo vaak hier met mijn camera even. Want het is iedere keer weer een ander uitzicht op zee. Lange Jaap aan de andere kant. Andere week zondag zijn we ook hier te vinden, enkel niet op deze punt, maar we gaan weer die kant op over de dijk. En dan hebben we weer zwemmen voor spieren. Dus ja, ja. Nou, we stoppen weer even en we gaan weer met die banaan. Ja, en toen werd het al aardig schemerig, terwijl ik mijn zonnebril nog wel op heb. We zijn nu bij de haven gekomen van de Texelse boot, daar legt dat ding. Wel meenemen als je er niet bij blijft. Dat, daar staat Jan. Ja, dat mag aanwezig. Naast mijn scootmobieltje. De Amazing Woman. De Amazing Woman. Wauw, wat zie jij er lekker uit. Ja, dat heb ik allemaal nog van mijn lieve de man gekregen. Ja. Dus degene die mij uit gaat lachen daarom, nou die krijgt een slag met mijn stok te maken. Wat voor stok? Nou, deze hier. Ja. Ze hebben me niet uit te lachen, want ik heb het van mijn man. Simpel. En waarom? Omdat ik gewoon uit mijn hart vandaan werk. Is dat nou abnormaal dat ze dan uit moeten lachen? Nee. We gaan eventjes. Het is hier zandig. Ik loop er even omheen. Zo. Gaan we die kant op. Kijk, een speedbootje met, nou ja, speedbootje, motor. Zo, wat een zand hier. Dat is hier anders ook nooit, zoveel zand. Maar ja. Jan die blijft rustig bij de scootmobiel staan. Ik ga even inzoomen, lijkt me wel een leuk plaatje toe. Zo. Nog een keer zwaaien. Toppie. Zo. We zijn ook ooit op dat terrein daar geweest. We hebben toen ook daar bij dat gebouw gezeten. Dat was toen open. Dat was een open kijkdag van de marine. Toen is Jan ook met ons mee geweest, met mijn man en ik dus. En toen hebben we ook een onvergetelijke dag gehad. Ja, ik kan het hem niet navragen. Want mijn mannetje en mijn schoonmoedertje, die hebben dus hier al op de pier uitgestrooid. Ja, en dat was ongeveer plus minus op dit plekje. En toen hebben we ook bloemen in het water gegooid. En helaas kwam die van mij daar beneden terecht. Toen was er een jongen, Mitchell genaamd. Die kennen jullie ook nog wel, maar die woont nu in Ierland. Die heeft het voor mij weggehaald en verder het water ingegooid. En toen is het allemaal die kant op gedreven. En ja, het was rot weer, slecht weer, het regende, het stormde. We moesten elkaar goed vasthouden hier. Terwijl we dat deden. En dat was toen op 7 juni op zijn verjaardag. Ja. En met mijn schoonmoeder, dat is op 20 februari gebeurd, ook op haar verjaardag. En dat was 2018. Dat was beter weer. Ja. Kijk, daar ligt Texel. En dan lopen we weer terug naar die kant. Hier klotst lekker daar.
ja, ja. Dan moet ik zien dat ik terugkom met al die keien hier. Oh, daar komt Jan ook alweer aan gelopen. Hè? Huh? Toch even kijken. Nee. Ja. Ik had er altijd weer even stil van. Ja. Dus, maar dat ja, mag. Mijn maatje, dus... je mag, je moet even wat harder praten. Hij beschouwde mij als zijn vriend, dus familie. Ja. Hij was zijn maatje, dus dat blijft hij ook. Daarom. Dus we mokkelen samen. Of we hebben met de hele familie erbij laten cremeren. Dus, ja, was je ook blij. Dat is dus de uitstrooiplek. Maar het wordt hier koud. En in de boot. Ja. Die nou, die vertrekken straks weer. Ja. De rustplek van de schepen van die twee is bij Texel. Ja, ik ga om die zandhoop heen, want het is mij te zanderig met mijn open schoenen. Ja, maar die stond daar te bidden. Ja. Kijk, en dit is ook zo mooi, hè? Ja. Twee duikertjes, ja. Tuimelaartjes. Wordt dat toch genoemd? Leuk, hè? Ja. Nou, dan gaan we weer naar mijn booster terug. Dat is mijn karretje dus. Ja. Jan die gaat zitten. Ik ga nou ook zitten en dan ruim ik jullie lekker op. Ja. Ze zeggen tot straks als we thuis zijn. Ja, en we zijn weer thuis. En zoals jullie zien is het al reeds... aan het donker worden. En goed ook. Dat kan Delphi. En daar is Frodo, die was weer blij. Want we hadden hem toch halverwege naar huis gebracht. Ja. En dat is onze prinses Eowyn. Hé, meisje. En Jan die zit binnen in het donker. Hij komt er ook weer even na, zegt hij. Nee, dat zien we niet hoor. Veel te donker. Hi. Hallo. Hoe gaat ie? Goed. Moe voor het lopen? Nee, van mij. Oké. Okay. Nee. Ik wil net zeggen. Ik kan goed lopen. Mooi, zo hoort het ook. Ja. Hey, Kimbof. Dus ja, kijk, de lucht is nog wel licht, maar oké, okay, het wordt toch donker. Ja. Lantaarnpaal brandt al. Dus ja, we gaan naar de koffie, lieve vrienden. Bij deze gaan we het gelijk even afsluiten. Ja. Ik wens jullie een hele fijne avond verder. Ja. En voor straks ja, natuurlijk wel rusten. Slaap lekker met mooie dromen. Ook wel weer gezond uit je bed zien te komen. Want als je ziek wordt is het ook maar niet, niet leuk. Nee, niet fijn. Nee, dat is niet nee. Fijn. Nee, echt niet. En we zullen verder kijken wat we gaan doen. Wij maken nog een gezellig avondje. En ik moet ook nog naar Facebook. Want anders krijg ik weer trammelon daar. En dat moet maar niet. Dus ja, ik zou zeggen, geniet van jullie avond en nachtrust. En graag tot aan de andere kant van de nacht. En dan doen we weer eens een keer ouderwets gezellig de omgekeerde wereld. Ja, dat hebben we natuurlijk nooit gedacht natuurlijk meer. Hè. We zwaaien ook niet. Nee, dan gaan we niet meer zwaaien. Geen bakje koffie. Nee. We gaan ook niet naar bed toe. Juist, dat gaan we de omgekeerde wereld morgen weer doen. Ja. Dus ja, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet. Doei.